Vandaag niet één, maar twee dorpen in ons dorp. Velp en Roosendaal. Van elkaar gescheiden door de Ringallee. Maar wat een verschil, want aan de ene kant woon je in Velp, maar aan de andere kant, heel subtiel, op Roosendaal. Mensen vallen er altijd over, maar het is logisch. Je gaat de laan op, je komt omhoog. Maar ergens is het onzin, want mensen wonen ook op Steeg, op Schaarsbergen. Een dorp dat sterk afhankelijk toch nog was van het kasteel. Veel mensen die in dienst waren van de kasteelfamilie. Eén winkel, een kruidenierszaak met bakkerij. En verder waren wij qua winkels georiënteerd op Velp. Ja, dit is de oprijlaan naar het kasteel, de theekoepel en de beruchte kettingbrug. Dat is Appie Gerritsen, dat is de initiatiefnemer van de film in Roosendaal. Ja. Kettingbrug, bekende kettingbrug waar alle kinderen van Roosendaal en Velp wel geweest zijn. Day after day, I'll always love you. Live just the same, I'll always love you. En wie Roosendaal zegt, zegt bedriegertjes. Een vaste prik voor schoolreisjes in die dagen. Al was de attractie zelf heel wat minder spannend dan de naam. Dat waren in feite kleine fonteintjes die opsproten tussen de tegels vandaan waar de mensen overheen liepen. En de mensen werden afgeleid door de prachtige schelpenformaties die in die muur gemetseld waren. En ondertussen, terwijl die gids vertelde over de zonnewijzer, van kijkt u eens hoe laat het nu is. En dan draaide hij die zwengel open en dan kwam dat water omhoog. Ja, dolle pret natuurlijk voor kinderen. Ik heb een aantal jaren als gids gelopen in de schoolvakanties. Dat ik een keer een groep Zeeuwse boeren en boerinnen hadden. Boerinnen allemaal in klederdracht en stonden op elkaar gepakt. En voordat die nattigheid voelde, letterlijk, onder al die rokken, dat duurde even. Maar die mensen waren gruwelijk kwaad op mij, want ja, dat goed dat kwam de hele dag niet meer droog natuurlijk. And it's mine, yes it's mine, the wonder of you. Yours, love is yours. Meneer en mevrouw van het kasteel. En de rechts is Jannes Materman, dacht ik. Dit is mevrouw van Pallant. Mevrouw van Pallant. Ja. De laatste bewoner. Ja. Bewoonster, zeg maar. I'll always love you so. When the sun in the morning peeps over the hill and kisses the roses. Dit is de dorpsschool. De dorpsschool. Dorpsschool. En dit zijn kinderen uit die tijd, Wim en Gertsen. Ja, dat was het spelletje in die tijd. Ik heb er ook aan meegedaan aan het bokspringen. Als je speelkwartier had, dan dat was het spelletje van. Op het speelplein. Toen ik in de tijd op school zat, toen mochten wij, als je in de vierde klas, vijfde, zesde klas, dan mocht je in de pauze het bos in aan de overkant. Naar de Koningsberg. Richting de Koningsberg. Maar wat wij dan ook vaak deden in de tijd dat de knollen rijp waren in de Pinkenberg,
Dan renden we als gekken dat stuk bos door. En dan gingen we knolletjes ratsen en die namen we mee. En op de terugweg werd er druk geknabbeld. Die twerkschool hier, die behoorde ook tot het kasteel, hè? En op een gegeven moment heeft hij dus die twerkschool overgedragen aan de gemeente Roosendaal. Twee emmertjes water halen, dat is ook een bekend spelletje, hè, ja. Wat ze toen al deden. Dit is Evert Teunissen, de bakker. Je werkte bij Bakker Van Zomerel. Werkte bij Van Zomerel. De broodbezorger. Die was ook lid van de Roosendaals. Ja, ja. En hij was min of meer huisknecht bij de familie Frouwijn op Klein Roosendaal. En hij moest iedere morgen voor meneer Frouwijn naar het park toe. En achter in Klein Zwitserland een paar flessen zuiver bronwater halen. En dat werd overdag in huis gebruikt. Dat is mevrouw Tieke in de Genestedlaan. Dit zijn naoorlogse huizen. Dit waren Axo-mensen. Dit is de Nuts Kleuterschool. Daar heb ik op gezeten. Ik was toen 5. En ik weet niet of het zo dadelijk nog te zien is, maar dan gaat de school uit en al die kinderen die komen dan zeg maar langs. En dan loop ik ergens tussen. Dus dit is in Velp, hè, in de Nuts Kleuterschool aan de Parkstraat is dat. Staat er nog wel, maar is verbouwd tot woonhuis. Het zijn de jaren voor Slochteren, de jaren waarin de kolenboer nog een goed bestaan heeft. Ik weet nog goed, want wij wonen langs spoor in Velp en daar kwamen dus die treinen, die wagons aan. En dan moesten dus die kolen uit die wagons geladen worden door deze mensen. Maar dan was het zo dat midden in de winter waren de kolen op thuis. En ik kon, mijn vader kon niet wachten tot ze bij die kolenhandel langskwamen om die kolen te brengen. Dus die ging zelf met de kruiwagen naar de spoor om daar al de kolen te halen voor thuis. Kasteel Biljoen, voorplein.
Dat is nu weer af en toe te bezichtigen, hè? Kasteel Miljoen. De Oude Jan. Oude kerk, Jan. Onder de Hervormde kerk. Daar ben ik nog als kind naar de jeugdkerk geweest. Lange tijd. You kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love and rose. Dit is de kwekerij van Roosendaal. Op de achtergrond, dat is de appelschuur. Daaronder zat een grote kelder. Daar werden in de winter werden de appels bewaard die van de bomen geplukt waren in de moestuin, in een ander deel daarvan. Angels sing from above. Every day words. Het huis aan de poort. Aan de poort? Aan de poort, waar meester Slemkes woonde. Oh, ja. En dit. Het is wel grappig, dat is het huisje van de Gruiter. Daarvoor had een... Mevrouw de Gruiter? Ja. Daarvoor had een oud boerderijtje gestaan, dat is in 1948 afgebrand. De schuur bleef staan en familie de Gruiter heeft dat tot woning mogen verbouwen. Nee. Ah, daar heb je die knollenvelden zeker bij de Emma-pyramide. Ja. Nee, in de Pinkerberg. Ah, de Pinkerberg. Waar nu de sportvelden liggen. Met het zicht op Velp. Ja. Ja, deze beelden zijn gemaakt, dacht ik, bij Beekhuizen in de buurt. Kan wel zijn, ja. Volgens mij waar nu de camping is. Waar nu de camping is, ja. Volgens mij. Ja. De voorzitter van de Roosendaalse kapel die was zelf boer en die kon ook paardrijden en die zat ook bij de Ruiters. En met Sinterklaasoptocht, met binnenhalen van Sinterklaas, liepen zij altijd met die paarden voorop en met trompetten. En daar speelden ze dan het signaal. Dit zijn ze, kijk. Ja. De voorzitter is tweede van rechts. Dat is de voorzitter van de Roosendaalse kapel. Die is al lang overleden hoor, maar die... Ja, de Ruiters met de trompetten. Dit is de Wijnhoeve. Ja. Ja, dat is op de grens van Velp en Roosendaal. Staat er nog net zo. Staat nog net zo, ja. De Wijnhoeve wel. Dit waar zij aan het rijden zijn, dat is bebouwd. Velp en Roosendaal in 1952. Het zijn de hoogtijdagen van de coöperatieve Arnhemse melkinrichting en zuivelfabriek, kortweg Kamies. Van daaruit gingen dus iedere ochtend de melkmannen de wijken in. En dat ging toen nog met paardenwagen of met handkar. Handkar, dan komen ze, ja. Bakfiets. Dus melk die werd nog per liter verkocht en er was wel gepasteuriseerde melk in flessen. Hier heb je de brommet en links, dat is de brommet. Deze, dat noemen ze de brommet. Dat was de oude koperslager uit Velp. Teunis heette die. Dit is op het burgemeester Brandplein in Velp. Ja. Dat waren de verkenners. De verkenners van de Velpse woudlopers. Ja.
Daar hadden wij later altijd de aubade op Koninginnedag. Ja. Op dat plein. Het idee was om zoveel mogelijk mensen uit Velp en Roosendaal op die film te krijgen. Dus wat deed men? Ze begonnen een optocht. S'avonds om 7 uur begon die optocht, toen het nog licht was, in mei was dat. En er werd flink reclame voor gemaakt en heel Velp en Roosendaal liep uit. Alle verenigingen, echt alle verenigingen deden mee. Muziekverenigingen, zangverenigingen, gymnastiekverenigingen, wandelverenigingen, voetbalvereniging. De motorclub, nou je kunt niet zo gek bedenken, alles wat er toen was, dat deed mee. De Roosendaalse kapel, ja. Die liep voorop, natuurlijk. Want die organiseerde het, dus die liep er aan het begin van de... Mijn vader liep er ook nog bij, een oom van mij liep erbij en VHVO, Velpse handbalvereniging. Ik heb nog een advertentie teruggevonden uit 1952, waarin dus die film, die optocht aangekondigd werd voor iedereen om daar naartoe te komen. Nou, dat was echt een groot succes. Nou, vaardig en sterk, dacht ik wel. Ja, ik ben zelf uit Velp weggetrokken, dus ik weet niet meer precies. Maar bijvoorbeeld, er waren vier muziekverenigingen en je had de Velpse Harmonie en je had Palvu. En die twee zijn later gefuseerd, dus die zijn nu, die noemen zich nu Unisono. Dit was de Velpse Harmonie. En na de fusie werd dat Unisono. Het zijn de jaren van de verzuiling. En niet alleen kerkelijke tegenstellingen, ook standsverschillen spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven in Velp en Roosendaal. Steeds voorwaarts, de wandelvereniging. Ja, nou, en die liepen ook allemaal mee in Oosterbeek, hè, de Erbo-wandeltocht. Keurig in uniform, allemaal keurig, netjes gelid. Dat zie je haast niet meer, hè, vandaag de dag, uniformen. En, Dit is Palvu. Dit is Palvu. Was de arbeidersmuziekvereniging. Proletariërs alle landen verenigd u. Ja. Later hebben ze zich Kunst aan het Volk genoemd. Say you'll wait for me out by the rocket base and we'll both blast off into outer space at Bernadine. Ik woonde net aan de noordkant van het spoor.
En aan de zuidkant van het spoor, dat was meer de gewone man, zeg maar de arbeiders. Die werkte op de NK en op de Meteor en noem maar op. En aan de noordkant van Velp, daar waren er was de middenstand. En dat waren de mensen die ook zeg maar, buiten Velp hun baan hadden. Roosendaal had geen eigen sportvereniging eigenlijk. Wel belangrijk was altijd VVO, de voetbalclub. In de tijd opgericht door meneer Van Palland. Draagt ook nu nog de geel-zwarte kleuren van de Pallanden, net als Vitesse. Ook opgericht, mee opgericht door Van Palland. En verder, wat je aan verenigingen had, was in Velp. Dus als je je aan wilde sluiten, ging je daarheen. Hier zie je een gymnastiekvereniging en daar liepen net een paar van die tamboers voor op. Volgens mij is dat het begin geweest het ontstaan van de zandvereniging. Dat is nu een drum en show vervaren en dat heet Van de Zandvereniging. Drumband van de Zandvereniging, ben ik ook lid van geweest. En die zijn daaruit voortgekomen volgens mij. Die hadden dus ook in het begin alleen maar witte broek en wit... Een wit overhemd aan, een wit shirt aan. Het lijkt wel militair, zo precies. Ja, ze liepen echt. Ik denk ook dat er ergens wel een muziekvereniging stond die zeg maar tempo aangaf. Ja. Er moet ooit geluid bij geweest zijn. Dat heb ik gelezen in de krant, in een krantenartikel uit die tijd. En dat werd op een grammofoonplaat gezet, dat geluid. Maar ik begrijp dat ook in andere dorpen die grammofoonplaat niet meer aanwezig is. Dus bij ons ook niet. Take one fresh and tender kiss. Add one stolen night of bliss. Velp en Roosendaal in 1952. Het liep storm op de filmvoorstellingen. En de Koninklijke Roosendaals Kapel, die het hele circus had georganiseerd, verdiende er een leuke cent aan. Zelfs jaren later nog. Het was zeker een succes, want er was nog geen tv en mensen hadden zelf nog geen filmapparaat. Dus iedereen die op die film stond, en dat waren aardig wat mensen, die kwamen allemaal naar die zaal om die film te bekijken. Later hebben we die film op een videoband gezet en ik heb enkele honderden videobanden verkocht aan mensen die toen nog leefden ook en nu ook nog wel, maar die film bestelden en daarvoor ook een daarmee hebben we ook weer instrumenten kunnen aanschaffen voor de vereniging. Ja, dit is op in Park Roosendaal volgens mij opgenomen. Ja, dus de veldwachter van Roosendaal. Veldwachter, Den Amtman. Hoe? Den Amtman. Den Amtman. Velp en Roosendaal in 1953. De tijd waarin het verenigingsleven bloeit als nooit tevoren. Tijd ook waarin, zeker in Roosendaal, het kasteel nog de nodige invloed heeft. Al staat niemand in die tijd daarbij stil. Wij hebben altijd gezegd, we zijn omgeven min of meer door adel. Maar die mensen waren zo gewoon dat je eigenlijk, wil niet zeggen op gelijke voet, maar toch... Ja, ze lieten zich er niet op voorstaan, laat ik het zo zeggen.